Vanmiddag, rond 3 uur, is er een brand ontstaan door een ongeluk bij techniek. Er zijn tot nu toe, voor zover bekend, 3 doden. Nee, dit is geen officiële persconferentie. Leerlingen van het Wartburg College kunnen zich vandaag door middel van een rollenspel oriënteren op hun studie en beroep. Daarom zijn ze vandaag op de afdeling communicatie bij de gemeente. Wij hebben in een groepje met de woordvoerders en de andere burgemeester besproken wat wij eventueel zouden kunnen zeggen tegen de slachtoffers. Of in ieder geval de ouders daarvan en de journalisten. En hoe wij hun vragen zouden kunnen beantwoorden en konden melden hoe het nu ging met de slachtoffers. De leerlingen krijgen een programma aangeboden waar het werken op de afdeling communicatie centraal staat. We hebben allerlei aspecten belicht en een programma in opbouw afgewerkt. En ja, het leuke is dat je dan toch hele leuke reacties ziet dat ze het niet hadden gedacht dat dat er ook bij hoorde. Of dat het ook nog kon of dat het zus en zo zit. Dus het gaat een beetje om de veelzijdigheid van het vakgebied. Dat je eigenlijk gewoon in alle vakken echt wel een richting van communicatie op kan. Dus dat is wel heel erg leuk. Willen jullie er later ook wat mee doen? Ja, ik denk dat het in alles wel een beetje communicatie zit. Maar ik weet niet precies of ik wel iets mee wil doen. Maar het lijkt me wel leuk als zou ik er iets mee doen. Ja, dat lijkt me zeker leuk. Het lijkt me heel erg leuk om journalistiek te gaan studeren. Dus ja, lijkt me wel gaaf. Ja, ik had het niet echt in mijn hoofd. Maar na dit denk ik al van, oh ja, het is ook wel een leuke kans om te kiezen. Dus ik ga er zeker over nadenken.